10 jaar celstraf voor de vrouw en haar vriend die verantwoordelijk zijn voor het om het leven brengen van Raymond Neervoort uit Hoogvliet. Ze zouden Raymond hebben geslagen met een honkbalknuppel en daarna begraven hebben bij het Oostvoornse meer. De moeder van de vrouw heeft geholpen bij het verstoppen van het lichaam van Raymond. Zij moet 6 maanden de cel in. Op de redactie verslaggever Jan Roelof Visser. De rechter vindt dus ook dat bewezen is dat de vrouw en haar nieuwe vriend Raymond om het leven hebben gebracht. Hè? Ja, de rechter heeft het vandaag nog eens uiteengezet. Hij zag Samira, zijn ex, en haar nieuwe vriend Yazar, die hebben hem naar dat bos gelokt. Daar heeft hij klappen gehad met een honkbalknuppel en uiteindelijk is hij daaraan overleden. De rechter vindt het geen moord, er was geen vooropgezet plan, maar doodslag. Hij vindt dat ze beiden heel erg nauw samen hebben gewerkt en dus een hoge celstraf verdienen, die 10 jaar cel. De advocaat van Samira die zegt dat ze vrijgesproken moet worden en gaat dan ook zeker in hoger beroep. Ook de moeder van de vrouw is veroordeeld, 6 maanden cel dus. Zelf zei ze steeds niets te hebben gedaan. Nee, Samira heeft haar naar dat bos gelokt met een smoes dat ze gewond was en naar het ziekenhuis moest. Toen kwam die moeder daar, toen zag ze Raymond helemaal ingepakt liggen. Zelf zegt ze dat ze het lichaam wat verplaatst heeft, maar een paar passen en verder niets gedaan heeft. De rechter ziet dat heel anders en die zegt u heeft wel degelijk iets gedaan waar celstraf op staat. En de advocaat van de moeder, ja, die zegt ook hier ze moet vrijgesproken worden. De kennelijk bij u bestaande wens om uw dochter niet aan strafvervolging bloot te stellen levert geen rechtvaardiging op voor dit gedrag. Het moet u zwaar worden aangerekend dat mede door uw toedoen de nabestaanden maandenlang in onzekerheid hebben verkeerd over het lot van de als vermist opgegeven Raymond. Het is haar dochter die haar in paniek benadert om te helpen. Zij wordt daarmee overvallen, met de situatie wordt zij overvallen. Zij heeft er geen weet van gehad en het enige wat er van haar wordt gevraagd in smekende vorm is: mama, alsjeblieft help, help, help hiermee. In mijn ogen is dat geen moment nog waarop je een echte keuze kan maken en afwegingen maakt met is dit goed om te doen, is dit niet goed om te doen. Nee, dan handel je instinctief, het is je dochter. En wat mij betreft is er dan gewoon sprake van psychische overmacht. Ja, en deze advocaat zegt dus ook dat hij in hoger beroep zou gaan. De derde verdachte, Yazar, daar is nog niet bekend van of hij in hoger beroep gaat. Maar ik denk dat die kans groot zal zijn. Wilt u meer informatie over deze zaak, meer interviews, wilt u die zien, kijk dan op onze website. Dankjewel, Jan Roelof Visser.